Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op vrijdag 30 juni een overeenkomst getekend met SDS Agriculture and Industrial Farm. Het betreft een samenwerking om runderen te laten importeren vanuit Brazilië. Dit om samen met de Surinaamse boeren de samenleving te blijven voorzien van voldoende en kwalitatieve melk. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van LVV-minister Parmanant Seudin. De voornaamste reden is omdat, net als de minister al heeft gezegd, de aanlevering van melk aan de melkcentrale is de laatste jaren afgenomen door verschillende redenen. Een van de redenen is dat er steeds een afname is geweest van de veestapel, wordt dus steeds kleiner. Heeft te maken dus dat veel van de dieren die eigenlijk die melkkoeien, de mensen brengen ze naar het slachthuis, ze worden geslacht. En dus je hebt dus vaak ook dus dat heel wat van ze drachtig zijn, zwanger. En dus dan heb je dus dat je dan steeds in plaats van dat je één koe brengt naar het slachthuis, je eigenlijk twee verliest. Dat die moeder en het kind. Dat heeft dus ervoor gezorgd dat dus de melkleverantie aan de melkcentrale steeds minder is geworden. En om het op een natuurlijke, holistische manier weer op te voeren, zou heel lang duren. En we kunnen niet echt al te lang wachten. Dus om een heel snel kwantitatief resultaat te kunnen hebben, is dus het belangrijk dat we dus nu een deel van de dieren importeren. Het is dus wel een tijdelijke import. Het gaat niet altijd zo zijn, net als wat de minister zei. Er is een partij die wordt geïmporteerd. En de nakomelingen van deze koeien gaan dus ook worden ingezet om de veestapel dus verder uit te breiden. De eerste import op dit moment is geprojecteerd voor eind 2023, het laatste kwartaal 2023. En ik denk dat de distributie dan van start zal gaan begin 2024. Omdat wanneer de dieren hier aankomen in Suriname, ze dus ook een quarantaineperiode moeten doorstaan. Wanneer ze komen, ze zijn dus wel dat ze gezondheidscertificaten hebben, ze zijn getest voor verschillende ziektes. Maar ze moeten dus ook even aanpassen aan ons klimaat en dat duurt ook een paar weken. Dus dat gaan ze dan doen in de quarantaineruimte. Het betekent heel veel. We zijn heel lang hiermee bezig geweest. We zijn zeker een jaar mee bezig sinds de inschrijving. En dat gaat nog zeker een paar maanden duren voordat het zover is dat de eerste lading hier aanwezig zal zijn. Het wachten is op de quarantaineruimte van de overheid. Zolang dat in orde is, gaat de dierenrechtenorganisatie van Brazilië eerst een oogje komen nemen waar de runderen naartoe gaan. En als dat is goedgekeurd, dan pas mag de eerste lading verscheept worden richting Suriname. Het is een tweejarig contract. Nou, we willen een handje bijdragen aan de ontwikkelingen van Suriname. Dus we hebben toen besloten van oké, we kunnen kwaliteiten leveren, laten we inschrijven en we hebben het gewonnen. En het wachten is nu op de eerste lading, dat de autoriteiten en de samenleving ook kan zien dat het bedrijf kwaliteiten levert. Daar staan we voor. Oké, hoe lang bestaat uw bedrijf al? Drie jaar. Ja. En is dit uw eerste keer dat u zoiets doet? Ja. Oké. Desbetreffende know-how ook in dienst genomen om ons te helpen met het logistiek hiermee. Want er gaat heel wat logistiek gepaard mee. Ja, dus primair heb je dus dat de boeren dus momenteel al leveren aan de melkcentrale, melk leveren aan de melkcentrale. Dat heeft dus, omdat we kwantitatief direct dus de melkleverantie aan de melkcentrale willen verhogen. Dus zij komen als eerst in aanmerking. En als die boeren al in aanmerking zijn gekomen of eigenlijk niet meer genoeg hebben, dan heb je dus dat andere boeren eventueel ook kunnen worden gefaciliteerd. Maar primair gaat worden gefocust op de leveranciers van de melkcentrale. En de boeren die dus nog niet in aanmerking komen, kunnen zij zich wel alvast registreren hiervoor? Jawel, dat kunnen ze natuurlijk wel doen. Net als wat de minister zei, ze kunnen op het directoraat Veeteelt aan de Leticia Vriesdelaan, ingang 4, of bij het secretariaat van de melkcentrale.